Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 7 februari. Het ware geluk. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Handelingen 20, vers 35. Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Jaren geleden had ik er geen idee van hoe God ernaar verlangt dat we geven aan anderen. Voor die tijd leefde ik een egoïstisch ik-eerst leven. Ik worstelde en streefde ernaar om geluk voor mezelf te vinden, maar ik voelde mijzelf telkens versleten, gestrest en zeker ongelukkig. God leerde mij echter zo'n 2 dingen over het ware geluk. Zodra ik erachter kwam dat geluk een bijproduct is van iets goeds doen voor anderen, begon ik een leven aan te nemen waarin ik bewust op zoek was naar manieren waarop ik mensen kon helpen. Elke dag opnieuw. De Bijbel zegt in Handelingen 20 vers 35, in alles heb ik je laten zien dat door deze manier van hard werken we de zwakken moeten helpen en de woorden van Jezus Christus in herinnering moeten houden, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat is verbazingwekkend. Het geven maakt gelukkiger dan het ontvangen? Op het eerste gezicht lijkt het nergens op te slaan. We leven in een wereld en cultuur dat geobsedeerd is door het ontvangen. Zo vaak kijken wij naar mensen die veel spullen hebben en denken, zij moeten echt gelukkig zijn. Maar het ware geluk komt van een levensstijl door te geven aan anderen. Nu, dat betekent niet dat je miljoenen moet weggeven. Het enige wat God vraagt is te geven wat je hebt. Ik wil nooit die persoon worden die gewoon zegt, nou, ik doe genoeg, ik ben tevreden. In werkelijkheid zal dit nooit voldoening brengen. Nee, ik wil zoveel mogelijk mensen helpen als ik kan. Zoek vandaag iemand aan wie je kunt geven. Ongeacht hoe groot of klein je geschenk is, of het nu geld is, tijd of bemoediging, geef gewoon wat je hebt. Ervaar het ware geluk dat komt van het geven. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik weet dat ware geluk van het geven komt, niet het ontvangen. Ik wil een leven verwezenlijken van waar geluk dat ontstaat door mijn egoïstische verlangen te vergeten en op zoek te gaan naar naasten aan wie ik kan geven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.